It's beginning to look a lot like Christmas. Jullie krijgen allemaal een cadeautje, want de vaccins die zijn er bijna. Ten eerste wil ik even duidelijk maken, ik ben geen anti-vaxxer. Ik ben een keer naar Mexico geweest en toen moest ik ook ingeënt worden. Dat vind ik allemaal geen probleem. Maar voor dit vaccin, ik check even, ik hoef deze niet. Ik sla deze even over. Waarom wil jij geen vaccin, Jay? Nou, kan je beter vragen waarom wel. Waarom moet ik een vaccin nemen voor een virus dat voor meer dan 99% van de Nederlandse bevolking niet dodelijk is? Oh, zeg je dus dat het maar een griepje is? Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, maar we kunnen wel de hele tijd eromheen liggen draaien met je sensitive ass. Maar de cijfers zijn de cijfers, hè. Ho, ho, Jay, wat zeg je nou allemaal? De neef van mijn tante en daar de broer en daar de zwager van. Nou, die het coronavirus gekregen en die was hartstikke gezond en die is overleden. Ja, dat kan. Mijn neef is omgekomen op de fiets. Dat betekent niet dat fietsen levensgevaarlijk is, wel. Op een uitzondering voer je geen beleid, anders kan je helemaal niet meer leven, dan kan je helemaal niks meer doen. Dus 1, waarom moet ik het hebben? Dat is voor mij niet echt duidelijk. 2, dit ding ging me even een beetje te rap. Normaal duurt een vaccin ontwikkelen jaren. Hoe komt deze nou ineens hier? Deze heeft even een snelcursus genomen. Dit vaccin was er nog sneller dan een burger bij de McDonald's. En weet je, fast food, dat is niet gezond. Dus een fast vaccin, daar ga ik niet op gokken. Dit vaccin was er zo snel is geflitst op de A73. Mag nog maar 100 op de snelweg, hè. Want je hebt misschien op korte termijn kunnen testen. Maar op lange termijn weet je toch helemaal niet wat er gebeurt. Hoe wil je dan nu weten wat er over 5 jaar gebeurt met mij? Bij wie moet ik aankloppen als het misgaat? Bij de overheid of bij de farmaceutische industrie? Dat weet ik allemaal niet. Want jullie vaccindeal, dat is staatsgeheim. En dan zeg je ook nog tegen mij, hey Jay, niet zo achterdochtig, hè. Hallo? Ik kan niet zomaar een ding in mijn lijf duwen en een onbekende vloeistof naar binnen spuiten zonder dat ik weet wat het is. En ik ben Jay, geen prostituee. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar hebben jullie last van geheugenverlies? Mexicaanse griep? Die Britten die hebben ongeneeslijke hersenschade opgelopen voor die vaccins. Goed, allemaal rechtszaken geweest en die Britten die krijgen dan allemaal een schadevergoeding. Maar ja, ik heb liever een tientje aan een brein dan een miljoen in hersenschade. Je bent zo vertrouwd in de vaccin, je had hem al gekocht voordat je wist dat die werkte. Ja, natuurlijk kan je dan maar beter gaan zorgen voor een goede marketingscampagne, anders zit je met al die producten. Nee, het vaccin wordt absoluut niet verplicht, heb ik Mark Rutte nu horen zeggen. Maar ja, we weten allemaal dat Mark Rutte leidt aan Alzheimer lijdt. Want de vorige keer kon hij zijn eigen uitspraken ook ineens niet meer herinneren. Gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Voorzitter, nogmaals, ik heb geen toespraak gehouden over groepsimmuniteit. Ik ga het vaccin niet pakken en je gaat me ook niet chanteren om het te pakken. Mensen die het vaccin nemen krijgen geen voordeel op de rest. Wel kan het zijn dat deze mensen zich niet aan bepaalde maatregelen hoeven te houden. Is dat geen voordeel? Roken is geen nadeel op de gezondheid. Wel kans op longkanker. Dat is... Wat gebeurt? Wat gebeurt? Hier ben ik nou een debiel. Ben ik een debiel? Of is de wereld debiel? Ik ben daar nog niet helemaal uit. Kom ik later op terug. Op podia en festivalen willen alleen toegang aan gevaccineerden. We leven in een wereld waar mensen bang zijn voor een virus met een overlevingskans van 99%. En diezelfde mensen gaan akkoord met een vaccin dat werkt voor 90%. De wereld is... Oh, oh. De wereld is letterlijk op zijn kop.